De huidige selectie van Excelsior telt vooral veel jonge, onbekende voetballers. Maar in het verleden hebben hier hele grote namen in het rood-zwarte shirt gelopen. Zelfs een van de beste voetballers die Nederland ooit gekend heeft. Kijk eens aan. Herken je hem? Het is hem echt, Willem van Hanegem in een Excelsior shirt. Er zit een mooi verhaal vast. Waarom speelde Van Hanegem nou in het Excelsior shirt? Nou, in Japan was in de jaren 80 voetbal enorm in opkomst. En ze wilden heel graag een Nederlands team overhalen om te kijken hoe zij het spelletje speelden. En Akai was hoofdsponsor van Excelsior, dus 1 plus 1 was 2. Alleen, bij Excelsior hadden we geen grote namen rondlopen op dat moment. En het liefste had natuurlijk Japan gehad dat Johan Cruijff zou overkomen. Maar ja, het was wat makkelijker om op Zuid Willem van Hanegem uit te nodigen. En zo geschiedde. Dus met Willem van Hanegem in het vliegtuig werd naar Japan gevlogen. En daar werd natuurlijk even niet gezegd dat Excelsior in dat jaar net, een paar weken daarvoor, gedegradeerd was uit de Eredivisie. Dat werd handig weggemoffeld. Dus het werd groots aangekondigd op de nationale televisie. Posters van Excelsior komt naar Japan hingen op elke hoek van de straat. En zo kon het gebeuren dat Willem van Hanegem maar liefst 4 wedstrijden in het Excelsior shirt heeft gespeeld. Maar we zijn er nog altijd apentrots op. Maar Willem van Hanegem was niet de enige bekende Feyenoorder die de rood-zwarte kleur heeft verdedigd. Want in 1974 speelde Rinus Israël zelfs een seizoen lang voor Excelsior. Slechts een paar weken nadat hij nog schitterde op het WK in Duitsland, meldde ijzeren Rinus zich hier met zijn tasje met voetbalschoenen op Woudestein. Excelsior was dat jaar net gepromoveerd uit de Eerste Divisie en met de komst van Rinus wilde de ploeg zich handhaven in de Eredivisie. Op de publieke belangstelling had Rinus sowieso het Rinus Israël effect, want de eerste de beste wedstrijd dat hij speelde kwamen er 3 keer meer toeschouwers naar Woudestein dan anders. Excelsior opende dat seizoen letterlijk en figuurlijk ijzersterk met Rinus als rots in de branding achterin. En dat hij vanwege zijn zwakke knieën bijna nooit kwam trainen, dat werd door zijn ploeggenoten stilzwijgend geaccepteerd. Excelsior werd dat jaar overigens verdienstelijk 14 in de competitie. Maar voor Rinus zelf was het niet genoeg. Hij verhuisde dat jaar naar PEC Zwolle. Maar niet zonder een mooie titel mee te nemen, want hij werd de beste voetballer van het jaar. Uitgekozen de Eredivisie en die haalde hij wel bij Excelsior.